What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, ook wel bekend als Calvin. En ik ben een klein beetje ziek in het lichaampje. Ja. Je weet toch, soms heb je dat griepje. Dat griepje dat je gewoon, je spieren doen pijn. Je hoofd bonkt, je hoofd is warm. Kijk hoe rood mijn hoofd is. Ik heb net op de wc gezeten. Je wil niet weten wat er uit mij kwam. Ga ik je ook besparen, lijkt me beter. Maar in ieder geval leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin, ook wel Calvin. En mocht je nog geen onderdeel zijn van de Calfam, doe het dan sowieso. Doe je eventjes de abonneren. Ik maak elke week nieuwe video's voor jullie. Kan van alles zijn, zolang het maar gewoon grappig is. Cause we're all about the comedy, boy. Comedy. We zitten nogal op comedy, dus we willen elkaar gewoon lekker laten lachen. Maar daarnaast gaan we binnenkort ook spannende dingen doen. Jazeker, we gaan dingen doen waarvan je misschien niet per se verwacht dat we ze weer gaan doen. Maar we gaan ze weer doen, jazeker. Het gaat deze maand gebeuren. What up, boy? High five! Dankjewel. Er komen spannende dingen aan, er komen toffe nieuwe dingen aan. Ik heb me aan het begin van het jaar een beetje stilgehouden. Omdat, nou weet je, soms moet je even een stapje terug doen. Aandacht besteden aan iets anders, namelijk vakantie. Fuck yeah. Ik moet even op vakantie, ouwe. Maar ja, de komende tijd gaan we knallen. Vandaag gaan we alleen nog niet echt knallen. Nee, ik ga vandaag iets doen wat de vorige keer hartstikke goed in de smaak viel. Namelijk het kijken naar kleine YouTubers, beginnende YouTubers, die wel een beetje feedback kunnen gebruiken. En ik moet even van tevoren wat zeggen. Namelijk, heel veel mensen denken misschien, ah, Calvin, jongen, pick someone your own size. Ik ben echt een mongo, man, dat je het zo dit, wow, zo lame ben jij. Maar ik geef dus gewoon mijn ongezouten mening over kleine YouTubers. YouTubers die net begonnen zijn, die 2 abonnees hebben, die 2000 abonnees hebben, 20.000. Weet ik veel, maar gewoon YouTubers die nog in het beginstadium zitten van hun carrière. Het is niet een soort roast, het is niet een soort podium. Ja, het is wel een soort podium wat ik je bied. Graag gedaan. Super de boer. Gewoon Tim. Oké, gewoon Tim heeft een... Hey, ik ken gewoon Tim ergens van. Ik ken zijn kop ergens van, joh. Hey, ik heb met Tim gefilmd. Q&A met Calvin. Nou, wat goed. Tim, je hebt 3 weken geleden weer geüpload. Dat is netjes, maar daarvoor heb je 6 maanden niet geüpload. Dus dat zou ik je niet per se aanraden. Even Calvin Inspire. Ik sta elke dag om 6 uur op. Omdat ik verdomme aan de slag wil. Ik wil ervoor zorgen dat ik die content kan maken die ik wil maken. Ik wil ervoor zorgen dat ik mijn hoofd de vrijheid geef om na te kunnen denken over nieuwe shit. Ik begin ideeën op te schrijven. Ik begin producties te leiden. Ik begin edits te checken. En daarom ga ik in Duitsland carrière opbouwen. Yeah. Ik weet niet precies waar ik me naartoe wilde hier, hoor. Maar werk hard. Tim, ik ga even een video van je bekijken. Gijs gaat weer even een stukje lopen. Nee hoor. Ik heb nu gewoon al alles gezien wat ik had moeten zien. Ik heb 9 seconden gekeken, ik kan gewoon weg. Probeer een cliffhangertje te gebruiken, het was vet geweest. Dus als ik je zag lopen naar het ijs, dat je voetje erop plaats nam. En dat het beeld op zwart ging, dat je dacht, wat gaat er nog meer gebeuren, ik moet het kijken. Alsof je aan het begin van jachtseizoen meteen laat zien dat ze gepakt worden. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling, snap je? Ja, ik heb hem! Ja, ik heb hem! Ja, ik heb hem! Trauma's. Als ik je nog een adviesje mag geven, Tim, je banner ziet er top uit. Volgens mij ben je een hele aardige jongen. Je hebt 2264 abonnees. Het is een goed begin, blijf gewoon lekker doorgaan. Alleen de naam Gewoon Tim. Bedenk niet een kanaal met het woord gewoon voor je naam. Gewoon Calvin. Gewoon Bart. Gewoon Richard. Kijk, als ik nu ga zoeken op YouTube, Gewoon Thomas. Gewoon Pascal. Gewoon Bram. Gewoon Wout. Gewoon een trucker. Ja, we weten nou al dat iedereen gewoon is, oké? Klaar. Waarom zou je trots zijn op het feit dat je gewoon bent? Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Ey. Ik kan mijn kanaal ook Normaal Calvin noemen. Onopvallend Calvin. Ja, dat gaat het niet worden. Kanaaltrailer. Heel even de kanaaltrailer bekijken. Ey. Yeah. Oh. Je kijkt gewoon Tim. Doe eens gewoon Tim. Want je weet dat dit het wordt je gewoon Tim. Hey. Oh, jammer. Ik had gehoopt dat we naar een climax toe zouden leven. Tim, als je nog nooit de woordgrap gewoon... Maak er een gewoonte van om gewoon Tim te kijken. Dan ben ik teleurgesteld in je. Je mag hem bij deze van me jatten. Druk natuurlijk ook even op dat belletje. Tim, niemand drukt op het belletje. Het is triest, maar het is wel de waarheid. Rikachu!
Kijk, dat is nou een kanaalnaam. Kanaalnaam, ik zeg, dat is nou een kanaalnaam. Bennet, je ziet er goed uit. Je upload lekker. 15.000 abonnees. Ik zie het probleem niet. Ik ben verdomme benieuwd. In Pokémon Go kon je tot 4 maart Shiny Meltan vangen. Hey. Yeah, oké. Okay. Shiny Meltan en ook Shiny Melmetal overzetten naar Pokémon Let's Go Pikachu. Want nee, die kan je niet vangen in Pokémon Let's Go. Ik snap er geen flikker van. Maar dat is niet erg. Het is geen kritiek. Het is niet mijn wereld. Dit is niet mijn winkel, vriend. Betekent wel dat er mensen zijn die het vet vinden, want ik zal even eerlijk naar je kanaaltje gaan. Ik zal even sort by most popular en dan zien we toch wel dat je meest bekeken video 116.000 keer is bekeken. Dat is lekker. Ik vind het vet. Gewoon een heel kanaal voor Pokémon. Als je Pokémon shit wilt checken, als je fan bent van Pokémon, van Pikachu, van Rikachu, abonneer op Rikachu. Ik heb niks aan te merken op dit kanaal. We gaan door. Aisha's World, dames en heren. Bereid je voor. Ze heeft 3 uur geleden nog iets geüpload. Ook 19 uur geleden geüpload. 1 dag geleden. Dat noem ik frequentie, dames en heren. Love kwantiteit. Oké, okay, dat is niet waar. Je banner ligt er niet om. Hij is op zich prima, maar niet prachtig. Nee, hij is oké. Okay. Twin TikTok. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar het groene video. Kijk, de meeste mensen hebben bijvoorbeeld een TikTok dat ze met z'n tweeën zijn of zo. 3 maanden versie en voor een jaar. Kost het 30 euro of 32 euro? Ja, kijk, weet je, je kan je geld besteden aan een app. Je kan het ook gewoon besteden aan een kaartje voor Viet. Oh my god! Tijd voor promo! Weten jullie wat dit is? Dit is een felbegeerde Viet Award. Misschien wel de grootste awardshow van Nederland. Want het gaat om het allerbeste YouTube-talent van Nederland. Ik ben genomineerd voor een aantal categorieën. Je mag op me stemmen als je dat wil doen. Dat kan op Viet.nl. En als je daar dan toch bent, kun je streng overwegen om een kaartje te halen. Want het wordt fantastisch. Ik heb een beetje inside info over de show. En ik kan je vertellen... Wow! Ik ga ook optreden. Het wordt legend. Wait for it. Dairy. Legendary. Ik treed niet alleen op, maar Stuk is er ook. Femke Louise treedt ook op. Davina Michelle treedt op. Leafs treedt op. Nick en Simon treden op. Iedereen is erbij. Waar ben jij? Nee, dan grap je. Jij ook. Ik heb trouwens een liedje ook. Erbij. En die onthoud ik meestal in mijn hoofd of op de iPad. Wat moet ik hiervan vinden? Ten eerste, op eerste opzicht zouden mensen tegen je zeggen, waar ben je mee bezig? Ik word niet echt geëntertained of zo, maar aan de andere kant doe je het wel. Je staat er gewoon in je slaapkamer, je hebt de camera neergezet, je lult. Ik hou ervan, dat is de basis. Misschien kun je misschien net iets boeiendere dingen doen of iets interessanter, iets uniekers, maar je staat er wel gewoon. Ga er vooral mee door. Rob Meeuwis! Deze banner is classic. Fucking classic. Ik zweer het je. Rob Meeuwis. Knap gedaan, motherfucker. Altijd humor en muziek. Altijd. Altijd. Tijd. Klein tipje van mij. Misschien moet je heel even googlen hoe je het woord altijd schrijft. Ik maak bijna elke dag een video. En woon in Brabant. Zomeren. Wat het gekste. Lakenstek. Dames en heren, nu wordt het spannend. Rob heeft ons een belofte gedaan. Namelijk dat hij bijna elke dag een nieuwe video maakt. En ik vind als je dat in je banner hebt staan, dat je dat ook moet waarmaken. Je moet dat ook nakomen. Anders voel ik me genaaid als kijker. Dan denk ik, Rob, waar de fuck zijn je video's gebleven, gast? Ik wil het gewoon kijken, haal. Als ik nu naar beneden scroll en ik zie dat hij een maand geleden zijn laatste video heeft geüpload, dan ben ik diep teleurgesteld. 2 weken geleden. Ik stop met dit YouTube kanaal. Ja, Rob, je had 34 abonnees. Je had super lekker veel video's. Kijk hoeveel video's je had. Kijk hoe tant hoeveel video's, gozer. Je gooit het allemaal weg, waarom? Hier, kijk bijvoorbeeld deze video van 14 seconden. Genaamd verkering. Beschrijving. Meisje. Ik zoek een meisje voor verkering. Ik ben super romantisch. Ja, dan moet je zelf maar achterkomen. Kijk mijn video's maar. Wat geniaal is deze gast. Ik wil verkering. Yes. Pistoletje. Pistoletje, dames en heren. Ja, pistoletje eten. Lekker. Dit is waar het om draait, dames en heren. Dit is waar het om draait. Geen video. Sorry, ik ga vandaag je video uploaden. Sorry, sorry, sorry. What the fuck? Dit is een mindfuck, want hij heeft toch iets geüpload. Mensen hebben me geklikt. Ik weet niet, maar er hebben
hebben al 6 mensen op een video geklikt van waarop staat niet klikken. Dit was het enige wat ik vandaag ga maken, want ik heb niet zoveel tijd, maar morgen wel. Hé, hey Rick, morgen. Morgen. Wat was dit momentje? Wow! Wat is dit? Kijk ik naar Temptation Island of zo? What the fuck? Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het. Wat heerlijk. Wat lekker. Wat een mooie... Ik vind het een mooie gast. Het is gewoon lekker zichzelf. Ik ben toch wel benieuwd naar waarom hij zijn kanaal heeft verwijderd. Want ja, hij stopt ermee. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Oh nee. Het is niet echt een hele fijne video. Rob, wat zie je er ongelukkig uit? Rob, nee. Voor mij in ieder geval niet. Dit is mijn schoolaccount waar ik op YouTube doe. Oh nee. 33 abonnees. Die raak ik allemaal kwijt over... Oh nee. 2 jaar. Nee. Dan zit ik op de middelbaar. Nee. De ruimte, grappig. Maar willen jullie alsjeblieft allemaal abonneren van de link waar de in de beschrijving staat, want daar ga ik echt... door met YouTube. Goed zo. We zijn op Rob Meeuwis YouTube. 6 abonnees. Mocht je interesse hebben om te abonneren op Rob, dan, dan kan dat. Super vet, een verrassing. Klik op die link bij die andere video of in deze beschrijving. Hieronder in de beschrijving. Super gave verrassing. Oh shit, super gave verrassing. Let's do this. Als dit een linkje is naar het abonneren op dit kanaal, dan is Rob officieel geniaal. Rob? Nee. Een derde kanaal. Pff. Wat dit? Nee, nog een kanaal! RobTube. Rob. Rob, je bent mijn held. Je bent officieel mijn held. En tegelijkertijd moet ik fucking nodig naar de wc. En geloof me, met dit zieke maagje van mij, dan wil je... Ik wil geen scheet laten. We kennen het allemaal. Dankjewel voor het kijken, dames en heren. Abonneer op mijn doelschek. Je bent normaal genoeg van de volgende week epische content. Niet dat dit niet episch was, maar dat kan beter. I love you. Doe eens gek. Je bent normaal genoeg.